Gerard Vink, ondernemer, gestart in laswerkzaamheden in 1994, gericht in de voedingsmiddelensector. Koop Huis, metalkundige, en ik hou me bezig met het optimaal conditioneren van roestvast staal. Wouter Burggraaf, chemisch technoloog, gespecialiseerd in de reinigbaarheid van apparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie. Lasverkleuringen verwijderen is een noodzakelijk iets. Dat kon alleen met een chemisch goedje. En dat gaf enorme vlekken. En dat vond ik geen gezicht. De oppervlaktestructuur van roestvrij staal dat in contact komt met voedingsmiddelen moet zodanig zijn dat bacteriën en aanhechtend vuil makkelijk te verwijderen zijn. Bestaande technieken zoals het chemisch bijtsen en het elektrolytisch polijsten zijn buitengewoon milieubelastend. Nieuwere technieken zoals glasparelen en keramisch stralen blijken geen volwaardig alternatief te zijn. Vivatec daarentegen is een fantastisch alternatief die bovendien ook zorgt dat het roestvrij staal optimaal corrosiebestendig is. Op microschaal ziet het roestvrij staal vaak eruit als een landschap met pieken en dalen. De Vivatec-methode heeft de mogelijkheid om de pieken weg te halen zodat de dalen beter toegankelijk zijn en daardoor het vuil makkelijker te verwijderen is. De impact zal enorm zijn. Voor de machinebouwer betere arbeidsomstandigheden door geen stof en geen chemie. Voor de voedingsmiddelenindustrie de beste schoonmaakresultaten. Nou, de eerste cabine staat nu klaar. Alles wordt in Nederland geproduceerd en we gaan het komend jaar gaan we het wereldwijd uitrollen.